We gaan het vandaag hebben, tijdens Provada Live gaan we het hebben over hoe gebiedsontwikkeling bij kan dragen aan de gezondheid van elke Nederlander. Aan deze tafel hebben we een bijzonder gezelschap van mensen die het mogen ontwerpen. Mensen die op gebouwniveau kijken, op gebiedsniveau kijken, maar ook mensen die kijken naar het belang van onze jongeren. Hartelijk welkom. Ik begin even met de voorstelronde. Ik begin bij onze gasten. Nicole is hier ook namens Ballers Nederland Development aanwezig. Maar onze gast begin ik bij Edso. Ik zie nu het beeld. Ik ga zorgen dat het juiste beeld zichtbaar is. Nu is het juiste beeld zichtbaar, Edso. Wat heb jij met gezonde verstedelijking? En kan jij een goed voorbeeld geven? En kan je misschien even kort toelichten van welk bedrijf je bent, voor zover dat nog niet bekend is? Ja, ik ben Edso Binnens, ik ben stedenbouwkundige en landschapsontwerper bij West 8. Wij houden ons bezig met plannen in de buitenruimte. En voor ons is gezondheid is eigenlijk een beetje de essentie van het leven. Dus het feit dat je kunt bewegen, dat je onderdeel kunt zijn van de wereld, dat je de wereld kunt ontdekken, is voor ons essentieel in het ontwerpen van plannen. En kan je iets vertellen over het voorbeeld wat je hebt meegenomen? Ik heb een voorbeeld meegenomen wat we samen hebben gerealiseerd. Dat is de Groene Loper in Maastricht. Projecten waar heel veel partijen met heel veel energie aan gewerkt hebben. Maar waarvan je zou kunnen zeggen een snelweg in de stad die onder de grond is gebracht. En waar in de ruimte daarboven centraal in de stedelijke ruimte de fietser, voetganger is geplaatst. En die nu de stedelijke ruimte weer domineert. Is denk ik een heel mooi sprekend voorbeeld met gezondheidswinst wat we in de toekomst meegemaken. Daar geloof ik tenminste heilig in. Dat de bewoners zullen het nu al meemaken. Ja, ik hoor hele positieve verhalen. Dus je ziet heel veel mensen nu ook echt bewegen daar. Ze zijn onderweg, grotere of kortere afstanden, sportief of langzaam. Maar ook heel veel waardering in deze tijd van corona. Dat mensen zeggen van, nou, dit is een plek waar ik echt kan wandelen. Waar ik, weet je, ik ben opgesloten, maar ik kan de wereld in. En daar biedt die Groene Loper heel veel aanleiding toe. Ja, oké, dankjewel. Jan Willem. Ja. Je hebt misschien goed om toe te lichten waarvoor jij hier nu bent. Ja. Want het een en ander verandert, maar ook toelichting op hetgeen wat je hebt meegenomen. Ja, waarvan is een beetje lastig inderdaad. Mijn naam is Jan Willem van de Groep. Ik noem hem maar even nationale roeptoeter in de bouw. Heb overal een mening over. Dus ook over gezondheid in gebouwen. Ik heb een stethoscoop meegenomen. En dat heb ik gedaan. Ik heb een tijdje geleden 5 dagen in het ziekenhuis gelegen. En ik heb geen stethoscoop gezien. Ik heb alleen maar sensoren opgeplakt gekregen. En die stethoscoop heb ik eigenlijk meegenomen als symbool hoe wij nog steeds onze woningen en onze gebouwen monitoren. Dat doen we met 1 sensor. En dat is een sensor die noemen we thermostaat. En dat is vaak de enige sensor die we in een woning hebben. Dat is natuurlijk nogal bizar. Hè? Als je weet dat je auto uitgerust is met 200 sensoren en je huis met 1. Ja, dat kan natuurlijk niet bestaan. En die sensoren die spelen volgens mij een cruciale rol in het gezond houden van de plek waar mensen toch zo'n beetje 70% van hun tijd doorbrengen. Dat is namelijk in je eigen huis. Ja. Ik vind uiteindelijk alle bouwers, alle aanbieders van huizen, die horen gewoon standaard hun huizen uit te rusten met sensoren en apparatuur om te meten of lucht gezond is, of lucht voldoende comfortabel is en daarmee ook die apparaten aansturen zodat het gezond en comfortabel blijft. En ja, dit is eigenlijk een beetje een voorbeeld van hoe je symptomen van een slecht huis kunt ontdekken, maar daar verder helemaal niks aan doen. Okay, dus nog een wereld te winnen wat jou betreft? Ja, ik vind het hartstikke mooi dat jullie als ontwikkelaar daarin de eerste stappen zetten en ook laten zien dat het gewoon kan. Ik denk van, dat moet gewoon standaard worden. Ja. Marion, jij kijkt natuurlijk
met meer afstand naar die gebouwde omgeving. Ja. Kan je toelichten wat jouw rol is hierin? En je hebt ook een beeld meegenomen, misschien ook goed om dat even te tonen, om toe te lichten wat jouw rol is en waarom dit beeld? Ja, ik ben werkzaam bij JOC en dat is een stichting en wij zetten ons in om kinderen gezond op te laten groeien. Ja. Helaas is het tegenwoordig niet meer zo normaal dat kinderen veel buiten spelen, makkelijk op de fiets naar school gaan, gezond eten, want dat is ook belangrijk, of voldoende slaap krijgen. Ja. Met als gevolg dat de leefstijl verslechtert of de kwaliteit van leven verslechtert en ook overgewicht toeneemt bij kinderen. Mm-hmm. Inmiddels heeft 1 op de 7, 1 op de 8 kinderen overgewicht. Maar we zien bij volwassenen dat dat al 1 op de 2 wordt. Met alle consequenties van dien, met kans op chronische ziekte, met kans op allerlei psychische problemen. Dus wij vinden het gewoon heel belangrijk dat kinderen gezond op kunnen groeien. Die leefomgeving is daarbij heel belangrijk. Dus hoe richt je de wijk in waar kinderen wonen? Zijn er brede stoepen waar ze kunnen spelen? Zijn er voldoende speelgelegenheden? Kunnen ze veilig naar school lopen of fietsen? Worden ze daartoe ook verleid om dat te doen? Dat is voor ons heel belangrijk. Daarom vind ik het ook zo leuk met jullie daarin samen op te trekken en te kijken wat we nog meer kunnen doen. Maar om daartoe te komen, werken wij samen met heel veel partijen. We werken samen nu met 170 gemeenten, JOC-gemeenten. Maar ook met de Rijksoverheid, maar ook met private partijen. En daarom heb ik dit beeld ook meegenomen. Ik vind het wel een mooi voorbeeld. Een van die private partijen, ik weet eigenlijk niet of ik hier de naam mag noemen. Ja, dat mag. Is Aldi. Het lijkt een beetje een kneuterig voorbeeld, hè, voor koren bolletjes met Disney-figuurtjes. Maar zowel Disney als Aldi zijn partners van ons. En die hebben wij bij elkaar gebracht. En in plaats van dat je die Disney-figuurtjes nou op koekjes zet, wat wij normaal gesproken heel veel zien in supermarkten, hebben we gezegd van kun je dat nou niet op gezonde producten gaan doen? En kunnen we niet kinderen verleiden om dan juist die gezonde keuze makkelijker te gaan maken? En Aldi is dat gaan doen met een hele grote impact, want je hebt natuurlijk ontzettend veel winkels door heel Nederland. En daarom is het voor ons, het geeft voor mij heel erg aan hoe belangrijk het is om samen op te trekken met ook private partijen, omdat daar de impact gewoon heel groot kan zijn. Ja. Oké. Ja, we komen zo meteen nog even op terug. Wat wij in die gebouwde omgeving, die bouw- en vastgoedsector, daar echt daadwerkelijk misschien wel beter in kunnen doen, naar jullie optiek. Nicole, kan jij je even kort voorstellen? En ja, je hebt geen beeld meegenomen, maar het beeld staat ook op de achtergrond van nu het zichtbaar is. Ja, mijn grote trots zit op de achtergrond, inderdaad. Ja, eigenlijk is het thema voor mijzelf eigenlijk binnen het werk vanaf 2017 gaan spelen. Dat hebben wij meegedaan met de tender hier in Utrecht, de Cartesius-driehoek. En daarbij heeft de gemeente heel actief uitgevraagd naar gezondheid in gebiedsontwikkeling. Waarop wij een antwoord hebben gecreëerd. En eigenlijk heeft die tender, we hebben hem ook mogen winnen, dat scheelt natuurlijk ook. Maar die tender heeft ons wel echt dusdanig geïnspireerd dat we in alle lopende projecten zijn we ook gaan kijken via dat gedachtegoed dat we nu ontwikkeld hebben. Hoe kunnen we dat nu inzetten op alle projecten die we al in portefeuille hebben en daar de ambities gaan verhogen. De Groene Loper in Maastricht is daar een voorbeeld van, maar ook Berkelbos in Eindhoven, waar jullie ook bij betrokken zijn. En zo zijn we dat eigenlijk door het hele bedrijf aan het verspreiden, omdat het als bedrijf ook onze overtuiging is dat de next step is in gebiedsontwikkeling en dat wij ook ons als ontwikkelaar onze verantwoordelijkheid daarin horen te nemen. Dus en de Cartesius-driehoek is daar een voorbeeld van, maar eigenlijk is er geen één project meer waar het niet speelt. Ja. En dan komen we eigenlijk ook meteen tot de vraag van wiens verantwoordelijkheid is het nou? Hè? Als je kijkt naar alles wat we doen. We zijn enorme stappen aan het maken ten aanzien van de energietransitie. Die is redelijk goed geland in de bouw- en vastgoedsector. Dat we er allemaal druk mee bezig moeten, ook vanuit stedenbouwarchitectuur. Maar als je het over gezondheid hebt, is er nog niet echt een thema of een aspect wat ergens geadresseerd is als een opgave. Mag ik je als eerste vragen daarop te reageren? Wie is nou verantwoordelijk voor die gezondheid? Ja, ik was het antwoord maar heel simpel. Dan zou de oplossing inderdaad ook simpeler zijn. Kijk, wij praten in Nederland vaak, we hebben het vaak niet over gezondheid, maar we hebben het vaak over zorg. We hebben het over ziekenhuizen. Ja. We stimuleren heel erg het genezen van ziekte in plaats van het voorkomen ervan. Ja. En dat is waar wij heel erg naar kijken. Wij willen niet alleen het voorkomen van ziekte, maar we willen gewoon dat het logisch wordt om gezond op te kunnen groeien. Ja. En als je dan kijkt, als je dat voor elkaar wil krijgen, dan gaat het dus over heel veel partijen. Dan is het de Rijksoverheid, maar dan zijn het ook maatschappelijke organisaties. Het zijn lokale overheden, het zijn scholen. Het is, ik ben het zelf als moeder van twee dochters. Die verantwoordelijkheid die is breed. Ja. En dat maakt ook dat de oplossing ook complex is, omdat je al die partijen nodig hebt om die omgeving gezonder te maken. Edson, mag ik jou eens vragen daarop te reageren? Want als ik jou hoor, jij noemt het rijtje uit een soort automatisme, dan ontbreken eigenlijk de stedenbouwers, de architecten, de bouwers,
de roeptoeters van Nederland, die ontbreken eigenlijk in jouw verantwoordelijkheidsgedachten in de basis. Hè? Ik bedoel, als ik het nu vraag, ga je ze erbij noemen. Maar hoe zie jij dat, Edzo? Welke rol zie jij voor stedenbouwers, architecten voor dit thema? Gaan jullie die nieuwe doctoren worden van de toekomst? Of hoe zie je jullie rol? Nou, ik denk dat nu focussen op gezondheid, maar ik denk dat primair dat je moet zeggen dat je op een goede, gezonde manier moet kunnen leven in een stad. Hè? Ja. En ik denk dat is de verantwoordelijkheid van de stedenbouwkundige ook. Hè? Dus ja. Het nadeel van als je naar gebiedsontwikkelingen kijkt en je hier rekenschap geeft, dan is het vaak zo dat je maar met een klein gebiedje bezig bent. En in dat kleine gebiedje, of je bent architect met een huis bezig, of ontwikkelaars met een gebouw bezig. Nou, als je gebiedsontwikkelaar bent, dan kun je al wat verder kijken. Heb je een bepaald gebied van een paar hectare. Maar je kunt dit vraagstuk natuurlijk opschalen naar het niveau van de stad. He, kunnen kinderen op een goede manier op de fiets naar school? Voel je als ouder veilig of vertrouwd met het idee dat jouw kinderen met de fiets naar school gaan of naar de hockeyclub? Ja. Of ga je ze, omdat het verkeersonveilig is, ook maar zelf met de auto brengen? He, dus dit zijn vraagstukken die zitten op het niveau van de stad en die zitten op het niveau van de wijk en op het niveau van de woning. En maar welke rol, want toen wij mochten werken aan de reset van eigenlijk de groene lopen, ja, qua stedenbouw en landschap, hoorde ik jou op een gegeven moment zeggen, ja, nou weet je, die parkeerhoven, ik heb daar toch een beetje hard hoofd in, want die parkeerhoven worden allemaal te groot die wij maken. Alles was maar verbonden met elkaar. En jij zei echt nadrukkelijk, we moeten dat opknippen. Dit moet je gewoon vanuit stedenbouw, vanuit sociale dimensie niet willen. Ja. Dus jullie rol is daarin toch groter dan dat jij nu schetst. Uiteraard, je hebt daarin natuurlijk een verantwoordelijkheid om met elkaar na te denken. Op welk niveau ben je met elkaar een gemeenschap en kun je elkaar aanspreken op een bepaald gedrag. Ja. En wij merken dat bijvoorbeeld als het gaat over auto's, dan hebben we dat heel goed genormeerd in onze planning. Die belandt dan ook altijd wel ergens in zo'n plan. Ja. Maar ja, we hebben bijvoorbeeld bij de groene lopers, de fiets is altijd dichterbij dan de auto. Dus je moet altijd even moeite doen om bij de auto te komen, maar je fiets staat gewoon in de voortuin bij de trap, bij wijze van spreken, en daar kun je hem ook goed op slot zetten. En je pakt zo de fiets naar de stad. Hè. Dus dat is veel vanzelfsprekender dan dat andere gebaar. Nou, we zitten nu in Utrecht, dus daar is dat ook heel normaal, maar in een groot deel van onze suburbane uitleglocaties is dat niet. Hè? Dan is die auto belangrijker dan de fiets of de voetganger in ons denken. Maar zie je daarin voor de architecten, stedenbouwers voor de toekomst een nadrukkelijke rol om dit op te pakken? Of zeg je? Zeker, en ook voor de ontwikkelaars. Ja. Dus ik denk dat het gaat niet alleen over de woning die je nu verkoopt, maar ook de maatschappij die je daarmee voor morgen maakt. Ja. En het gezondheidsprobleem wat je voor de generatie daarna misschien wel achterlaat. Ja. Maar vind je dat jullie daarin voorop lopen ten opzichte van andere stedenbouwers? Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk dat. Mag het best zeggen? Nee, maar ik denk dat, weet je, dat. Nee, dat ben ik niet meer. Maar alles wat wij daarin doen, heeft gewoon gevolgen voor later. Hoe mensen opgroeien, hoe ze hun. Maar jullie zijn altijd wel heel nadrukkelijk bezig met groen in de stad, met bomen, met ja, maar eigenlijk ook hoe toegankelijk is de stad voor onze kinderen. Dat speelt voor ons een hele belangrijke rol. En ik wil ook op andere plannen. Dan vind ik zelfs belangrijk dat je moet kunnen suppen of kunnen varen of het water op moet kunnen. Dat onderdeel is van, is niet alleen voor de sier, maar is er ook voor je plezier. Hè, dat je de wereld kunt ontdekken als kind buiten. Dat is moeilijk, want die telefoon die is wel heel erg, die trekt heel sterk aan kinderen en de tablet. En het is makkelijker om je kind als ouder te parkeren achter een tablet dan dat je zegt van joh, ga lekker buiten spelen, ga de stad in. Maar vanuit jullie voelen wel die verantwoordelijkheid al, zeg maar, om daar echt een invulling aan te gaan geven en kinderen daarvan weg te houden. Want dat is inderdaad, als kinderen gemiddeld 6 uur per dag achter een scherm zitten, hè, wat het ongeveer is, dan. Hoeveel zeg je? Ja, zes uur per dag. Ja. Ik zie me dood. Ja. Gemiddelde Nederlander zit 6 uur per dag op het internet. Wow. 6 uur per dag. Ja. Dus dat is het gemiddelde Nederlander. Ik zal toch thuis even checken hoe dat bij ons is. Maar volgens mij niet. Ja, maar ik kom me de discussies ook nog herinneren toen we hadden over ontwerpen van woningen. Was je echt ook
had je een hele duidelijke mening. Waar komt die keuken? En hoe is dat uitzicht van dat raam op dat openbaar gebied? Heb je nog uitzicht? Dat is, komt ook om, je bent ook vader. Je wilt dat ze leven aan de, dat je leeft aan de straat. En dat je leeft aan de openbare ruimte. Dat is en weet je, ook met bijvoorbeeld trappen. Hè? Dus ik heb zelf een huis 4 lagen hoog. Ja. Nou, mijn moeder is minder valide, dus die help ik dan wel in het huis. Maar ja, weet je, zo gewoon 4 lagen op en neer. Ik doe 37 verdiepingen per dag. Zegt het horloge bij sensor. Daar is niks mis mee. De kinderen zitten boven. Kijk, ik heb hetzelfde. Ik heb 4 dus, en dat is dus ook gewoon het bewegen in huis is kun je veel in betekenen. En Jan-Willem, hoe kijk jij er dan naar? Je zegt, nou, de auto, je gebruikt vaak als voorbeeld, de auto is veel intelligenter dan de woning. Ja. Alleen, we brengen eigenlijk bijna geen tijd door in die auto. En we zitten wel 70% van die tijd in dat gebouw, laat het dan algemeen zeggen. Want dat is namelijk 70%. Nou ja, als je zegt van hoeveel tijd breng je in gebouwen door, dan is het percentage zelfs nog hoger, denk ik. Dus in die zin zou je eigenlijk alle gebouwen intelligent willen maken. En ook inderdaad, ook wel, wat ik bedoel, zo ken ik best uit mijn projectontwikkelaarstijd ook wel, dat ze zich ook wel heel erg bemoeiden met plattegronden en architectuur en dat soort dingen. Maar dat is ook super belangrijk natuurlijk, hè? Want het gaat niet alleen maar over gezonde lucht, maar het gaat ook over daglicht, het gaat over interactie met buiten. Dus ik denk dat dat wel... ik durf te zeggen dat dat bij maar heel weinig projectontwikkelaars echt een issue is. Maar dan heb je het voornamelijk over luchtkwaliteit, hè? Heb je het over? Ja, ik heb het over gezondheid en comfort. Hè? Ja, dus het zijn twee zaken. Een comfortabele woning hoeft niet per se gezond te zijn. Als we het alleen al hebben over fijnstof. Ja. Nou, je kunt een hele comfortabele woning hebben... langs de snelweg, maar als je WTW-unit continu die lucht naar binnen staat te blazen, dan heb je daar over een paar jaar wel last van. Ja. Dus, en gezondheid wordt nu voorgeschreven in het bestek. Ja. Nee, sorry, in het bouwbesluit. Ja. En we nemen allemaal maar aan dat het bouwbesluit staat dat goed is en dat dat dan een gezonde woning is. Ja. Maar onderzoek laat steeds meer zien dat helemaal niet zo is. Dat eigenlijk het bouwbesluit een waardeloos besluit is. Ja. Een hele stapel boeken op elkaar, terwijl alles nu is te meten. We kunnen in een woning gewoon alles meten en we hoeven alleen maar 1 A4'tje te hebben waarin we afgesproken hebben van een woning. Dit is de definitie van een gezonde woning. He, zoveel CO2, zoveel dit, zoveel zus. En meer hoeft een bouwbesluit op dat punt niet te zijn. Zo simpel kan het volgens mij zijn. Dus jij wil eigenlijk je stel voor een bouwbesluit eigenlijk te resetten en te komen met een nieuw bouwbesluit? Ik voor gezondheid en comfort in een woning past alles op 1 A4'tje. Dat is mijn. En dan ligt vervolgens de bal bij de bouwers en de ontwikkelaars. Hè? Want die moeten natuurlijk, hè, dus als je het hebt over waar ligt welke rol. Ja, we gaan natuurlijk geen ongezonde producten ontwikkelen en bouwen. Dat is natuurlijk bizar. Dus wij moeten, als bouwers, moeten we dan zorgen dat we ook echt die gezonde oplossingen ontwikkelen en bedenken. En daar, wat mij betreft, ook gewoon de garanties voor durven afgeven. Hey, als we dan kijken naar, als we die volgende stap willen maken. We vinden het allemaal belangrijk op gebouwniveau, gebiedsniveau. Ook als we ons zorgen maken om onze eigen jeugd. Sommige van ons hebben dan kinderen, die worden groter, et cetera. Daar maken we ons zorgen over. Wat is dan nodig om echt die stap te maken? Als je kijkt naar bijvoorbeeld in Finland, die hebben echt enorme stappen gemaakt met hun jeugd. Die hebben echt enorm gezorgd dat ze veel meer buiten aan het spelen zijn. Hun intellectuele ontwikkeling heeft een enorme boost gekregen. Zou je dan eigenlijk de maatschappij willen oproepen? De overheid is altijd zwak, want die krijgen we altijd terug als markt. Hè? Dan zeggen ze altijd, ga nou niet naar de overheid kijken. Maar wat zou je heel graag, als je regie mag voeren... Wat zou je heel graag anders willen doen? En dan begin ik even bij jou. Ja, wat volgens mij wat belangrijk is, is dat of dat nu de overheid is, of het is een bedrijf, hè, of het is een bouwbedrijf, dat het gezond kunnen leven en het prettig kunnen wonen, en dat moet goed samengaan, dat meegenomen wordt in die besluitvorming.
dat vind ik heel erg belangrijk. Dat dat gewoon echt een serieuze factor is die wordt meegewogen. En dat daarna wordt gekeken. En dat je dus op het moment dat je een wijk inricht, dat die gezondheid daar een belangrijke rol in speelt. En dat gaat dan misschien ten koste van parkeergelegenheden of wat dan ook. Ja, dat zijn dan keuzes die gemaakt moeten worden. Maar daar moet wel serieus over nagedacht worden. Jij wil eigenlijk pleiten dat gezondheid een gunningscriteria wordt. Net zoals dat duurzaamheid en geld dat bij wijze van spreken nu is. Ja. Zeg je, gezondheid moet eigenlijk zo belangrijk worden, dat moet ook gegund worden. Ja. Okay. En dat kun je ook op vrij korte termijn regelen. Ja. Want als je kijkt naar de regelgeving in Nederland, die loopt eigenlijk per definitie achter op de maatschappelijke ontwikkeling. Dat is mijn bescheiden mening. Maar als je het inderdaad in tenders gaat integreren en een andere vraag stelt, dan zie ik dat sneller gaan dan met wetgeving. Ja. Ik weet dat jij altijd heel dol bent op wetgeving en dat zou misschien ook wel een bijdrage zijn. Ja, heel veel mensen zijn daar weer tegen. Dus dat de wetgeving niet alles oplost. Maar dat duurt zo lang. Ja. Maar als ik kijk naar jou, Edzo, want jullie doen ook internationaal heel veel projecten. Zien jullie dit thema daar terugkomen? Ja, ik zie wel bij hele grote metropolen. Dus wij hebben projecten doen in Spanje en Canada en Amerika. Daar, je merkt gewoon dat het maken van goede openbare ruimtes, waar mensen op een fijne manier kunnen zijn. Hè. In Noord-Amerika, waar de auto echt dominant is. Hè. En dat hebben we het over. Nou, het gaat niet over van 3 banen asfalt, maar er liggen er gewoon 10 banen asfalt in een straat waar je ook nog aan woont en waar scholen staan en winkels staan enzovoort. Dat je nu merkt dat daar gewoon het hele accent aan het veranderen is. Dat je veel meer naar shared space gaat en probeert verschillende gebruikers bij elkaar te krijgen. Dat je op een goede manier dat het erin past. En daar is ook een soort van, mensen zeggen dan van, ja, kan het dan wel? Ja, waar blijven dan die auto's? Maar eigenlijk moet je beginnen met de vraag van, ja, maar is dit wel gezond wat we hier hebben? En dan kom je tot de conclusie vaak, ja, het is niet gezond. Het is niet goed. En waarom zetten we altijd de auto voorop? Past die parkeerplek er wel in? Nee, is het wel gezond? Kunnen de kinderen wel op een goede manier naar school? Op de fiets? En dat is eigenlijk, als je die vraag hebt beantwoord, zeg, nou, die vraag hebben we opgelost en dan gaan we de volgende vraag oplossen. Wie had behoefte aan een auto? Even kijken waar die kan. Zien wij eigenlijk toch een reset? Hoor Jan Willem zeggen, die zegt, reset alsjeblieft het bouwbesluit. Maak een Maar dat is maar een onderdeel. Hè. Ik denk primair dat het nog een stap verder gaat. Volgens mij zou het ook uitgedrukt kunnen worden in waarde. En dat maakt het gezondheid uitdrukken in geld is lastig. Ja. Maar dit is een soort netto contante waarde van gezondheid. En er zijn volgens mij wel genoeg onderzoeken wereldwijd die laten zien dat, dat het iets oplevert in het verlagen van de gezondheidszorgkosten. Je hebt het bij scholen, gezonde scholen, is heel veel onderzoek naar gedaan, hogere cijfers, lagere ziektes van leraren, kinderen die zich gewoon prettiger voelen in de klas. Ja, datzelfde speelt volgens mij ook gewoon op het niveau van de stad zelf. En je zou dat eigenlijk moeten kunnen onderzoeken, dat het ook echt waarde creëert. En die waarde moet op een gegeven moment tussen de oortjes gaan zitten bij mensen die over die besluiten gaan. Ja. En ook wel misschien bij de mensen die woningen kopen en op die plek gaan wonen. Zodat ook de ontwerpers en de ontwikkelaars de vrijheid hebben om er meer in te stoppen dan dat er eigenlijk financieel in eerste instantie kan. Ja. Vind jij het ook onze rol om te vertellen, stel je kan woningen op verschillende manieren ontwikkelen en je kan ze natuurlijk op allerlei manieren gezond maken. Maar uiteindelijk is vaak bij het kopen van een woning is de locatie, locatie, locatie. De oude bekende adagium. Denk jij dat het voor klanten zou kunnen helpen als je zou zeggen dat woningen gezonder zijn? Laat ik zo zeggen, zouden ze geneigd zijn om voor een andere locatie te kiezen als die woning daar gezonder is? Zou je naar zo'n model toe? Wat denk jij? Ja, ik denk dat er een groep is, maar dat geldt voor alle producten die je hebt. Dus altijd een klantgroep die dat belangrijk vindt. Ik denk niet dat ze nu in grote getalen dat je er geen blik van open kunt trekken, zeg maar. Maar volgens mij hebben jullie zelf wel een beetje de ervaring met die woningen waar die QR in zit. Ja. Dat gewoon een gewild product is. Ja, dus, en we krijgen aan de andere kant ook wel eens door, god, wat zijn jullie betuttelend.
Ja. Ja, maar goed, dat zeg je ook niet tegen zeg maar Tesla. Die zegt van ja, maar in mijn, als Elon Musk die zegt letterlijk van als er een chemische oorlog uitbreekt, is er maar één plek waar je moet zijn, dat is in mijn auto. Ja. Dus, en dat kunnen wij als bouwers nog lang niet zeggen. En Volvo zegt, die zegt heel zwart-wit, in mijn auto kan je niet meer overlijden. Weet je? Dus dat kan je ook als betuttend zien, maar het is vraag of het betuttend is. We zitten bijna op het einde. Als jullie nou, dus ik wil dan nog één keer vastpakken. Wat gaan we nou als sector nou veranderen? Want we hebben het thema duurzaamheid, klimaatadaptiviteit, al die thema's worden eigenlijk steeds meer verankerd. Die komen eigenlijk wel goed. Maar persoonlijk is mijn mening, als wij in staat zijn om gezondheid centraal te stellen, lossen we het klimaatprobleem op, lossen we de klimaatverandering, zijn allemaal aspecten, biodiversiteit, allemaal aspecten die zijn een groot bedreiging voor onze gezondheid. Maar wat zouden wij, als we nou hier naar buiten lopen, wat gaan we nou in onze sector, want we hebben heel veel sectoren nu aan tafel zitten, wat zouden we nou morgen echt anders moeten gaan doen om dit echt belangrijk te maken? Jij deed al een voorstel, mag ik even vragen aan Edzo? Nou, wat zou jij echt... Ja, ik denk dat je nog meer dan nu het bewegen... He, dus volgens mij is voor gezondheid gaat het heel erg over bewegen. Ja. Kunnen bewegen. Dat je de ruimte kunt gebruiken die er is. En dat je als mens veilig voelt en uitgedaagd voelt om te bewegen maar in de wereld. Hoe kunnen we dat? En jou de vraag als stedenbouwer, architect. Hoe kunnen we nou dat echt verankeren in alles wat wij gaan doen? Behalve dan het belangrijk vinden. Maar hoe kunnen we nou echt die verandering doorzetten? Je moet hem gewoon in je hoofd altijd op één zetten. Dus dat is dat bewegen niet een nadeel is, maar dat het een voordeel is. Vroeger was een bungalow, dat was heel goed. Heb je een gelijkvloerse woning? Ja. Nee. Maar ik moet juist kunnen bewegen. Mijn kinderen moeten bewegen. Dus de echte seniorenwoning heeft een trap. Ja, eigenlijk wel. Want wie nog kan, die moet het zoveel mogelijk doen. Ja. Mijn moeder die maakte altijd trots melding. We hebben een brug ontworpen in Amsterdam. Daar kon je een boot staande mast kon onderdoor voeren. Mijn moeder belde mij op en zei, ik sta boven op jullie brug. Weet je wel. Zolang ze kon, ging ze die brug op. En dat liet ze dan ook zien. Dus Gezondheid op één. En Jan Willem, want jij zit eigenlijk ook in een transitie. Van het een wat je achterlaat. En waar je nu de volgende stap naar gaat maken. Kan je daar kort wat over vertellen? Wat je daarin ten aanzien van gezondheid kan gaan betekenen? Ja, wat ik wil wel een beetje kan van de biomaterialen op. Hè, want de energietransitie is één, maar de embodied energy is ook een heel belangrijk aspect. En eigenlijk zou ik bijna kunnen zeggen van, ja, dat is niet meer in traditionele bouwmaterialen te doen. Dat is gewoon per definitie, dat is de CO2-uitstoot nu en dan kun je alles circulair noemen, dat is het gewoon niet. We moeten naar bio-oplossingen toe. En het mooie is, dat is ook tegelijk weer gezonde spullen die we in huis halen. Want we weten helemaal niet hoe gezond een betonnen wand is in een huis en wat die voor stoffen nog uitstoot gedurende de levensduur van het huis. Maar we weten enig zeker als het een houten wand is, nou, dat zit wel snor. Dat heb ik wel 100.000 jaar bouwen we daar al huizen van. Dus ik denk dat dat bij gaat dragen aan een gezond binnenmilieu. Ik sluit me wel een beetje aan bij Edzo. Ik denk dat als je denkt aan het woord duurzaam en dan vervolgens denk je aan het woord onduurzaam. Dan denk je, ja, maar onduurzaam, dat is geen woord. Want ja, je kunt niet onduurzaam bouwen. Ja. Dat zou heel stom zijn. En met gezondheid geldt hetzelfde aan. Want ongezond bouwen, ja, dat zou eigenlijk niet mogen. Dus we moeten per definitie gezonde woningen gaan bouwen. Gezonde gebouwen gaan neerzetten en gezonde gebieden ontwerpen. Ja, omdat ongezond niet hoort te bestaan. Ja. Toch bouwen veel onduurzaam. Bouwen toch meer inzicht we krijgen, bouwers, hoe meer ongezond we zijn. Als bouwers smederijen zijn, hè? Als bouwers wachten we tot iemand komt met een ontwerp en et cetera. Ja. En dan gaan we maken wat er gevraagd wordt. Ja. Die wereld, dat is oude wereld. Ja. Daar moeten we gewoon mee stoppen. Want als we dat blijven doen, dan ontwikkelt het product zich gewoon niet. Ja. Dus die opgave ligt wel heel nadrukkelijk bij de bouwsector. Okay. Daar gaan we meer van over. Maar Jon, mag ik jou het laatste woord geven? Want jij ziet bij al die gemeentes die je ziet en nu ook bij private partijen. Wat is jouw hoop waar we over 5 jaar staan? Nou, wat ik
hoop en waar we met elkaar keihard aan werken is inderdaad dat het gezond kunnen leven en het gezond willen leven, dat we dat normaal met elkaar gaan vinden en dat we dat dus meewegen en dat het eigenlijk wat jij net al schetst van de klimaattransitie of energietransitie, dat we die, wij spreken dan zelf van een leefstijltransitie, dat dat ook normaal wordt, dat we daar ook over hebben en dat we eigenlijk, wat jullie ook zeggen van neem dat gewoon mee in je besluitvorming, zet dat op één, ja. Want hoe logisch is het niet, wie wil er nou ongezond leven? Ja. Dus daar willen we heel graag naartoe. Ja. Ik denk dat het een heel mooi punt is om hiermee deze live Provada-uitzending mee te eindigen. Hartelijk dank voor jullie komst hier naartoe. Ik denk dat we met de lifestyle-transitie toch wel een echt een mooi nieuw woord te pakken hebben. Om daarin vanuit de branche van steedbouwersarchitecten, maar ook vanuit de productontwikkelaars, zo zie ik jou toch ook, alleen niet als roeptoeten, maar en uit de belangenverenigingen, dat we daarmee wellicht een nieuwe agenda punt kunnen maken voor alle gemeentes en iedereen die opdrachtgever is. Hartelijk dank. Ook de kijkers, hartelijk dank voor deze Provada live uitzending.